Welkom bij mejuffrouw Heidi. In deze aflevering van de moestuin laten we zien hoe zij de uitlopers van de aardbeienplanten doet oppotten. Hier staan mijn aardbeien en ik heb ze een beetje verwaarloosd, zoals je zult zien. En de flespompoen groeit er overheen. Ze staan dik in het gras. En de uitlopers die hier staan groeien lekker waarschijnlijk in de aarde. Mijn computer is op het moment nog stuk. Hij kan wel gerepareerd worden, dus dat is positief. Dus daar zijn ze druk mee doen bezig. En ik verwacht hem toch wel binnen enkele weken weer terug. Maar tot die tijd kan ik dus niks publiceren. Alleen ja, eigenlijk is augustus de tijd om de aardbeien, de uitlopers, te verpoten in een potje. En zo op te kweken voor volgend jaar. En de blad van de planten van dit jaar eigenlijk, die een beetje terug te knippen en zodat er nog nieuw blad kan ontstaan. Het is gewoon een jong blad, zeg maar, die maken ze nog wel aan. Er zit nog nieuw schot voldoende in aankomst. En dat voor vers blad over te houden en door de winter helpen om dan volgend jaar mooi nieuw blad te kunnen vormen en frisse nieuwe planten te hebben. Zover ik weet geven aardbeien meerdere jaren vruchten. Alhoewel de eerste jaren het meest productief zijn. Daarom, deze hebben we vorig jaar zijn uitlopers. En ja, dit zijn dus uitlopers van dit jaar. Ik heb ze in bakken zitten. Gewoon in rechthoekige bakken. En dan heb ik er een plant of drie, geloof ik, per bakje zitten. En ik ga ze nu dus terugsnoeien. Ik ga de flespompoen die er overheen aan het gooien is wegnemen, want er zitten toch geen vrouwelijke bloemen in. En als zouden vrouwelijke bloemen in zitten, komst, dan zijn ze toch te laat. We schrijven nu midden september, 17 september. Ik hoop deze filmpje dus zo snel mogelijk te kunnen publiceren. De afgelopen twee weken is, zoals jullie misschien nog weten, belachelijk heet geweest. Tegen de 30 of boven de 30 graden. En dan is het verpoten en verplanten natuurlijk van plantjes ook niet het beste. Nou lijken de temperaturen te dalen tot 20 graden. En dat lijkt me betere temperaturen om het een en ander te verpoten en te verplanten. Ik ga de plantenbakken dus aanpakken. Ik ga het stro wat ik onder heb gelegd voor eventueel de vruchten wat te beschermen tegen het vocht van de grond en daardoor rot te voorkomen, ga ik wegnemen en het zaakje verzorgen. En dan gaan in ieder geval de bakken, denk ik, het kastje in, zodat ze wat langer, in ieder geval van de winter, een stuk beter beschut staan. En ook de uitlopers zullen daarbij komen te staan. En dan laat ik jullie zo dadelijk zien hoe ik het verder aan ga pakken. Dit is dus een bak. Bak van, ja, wat is dat? 60, denk ik. Ik weet niet precies. Daar zitten dus de uitlopers aan, met wortelgestelletjes. Deze is een vrij mooi wortelgestel. Dat zou dus ideaal kunnen zijn voor over te planten op, in een potje. Ook hier heb je er eentje met vrij aardig worteltjes eraan. En een beginnend plantje. Ze moeten er sowieso af, dus die ga ik afknippen. Ik ga het stro verwijderen, ik ga onkruid wat er tussen staat verwijderen. Zodat het er netjes bij staat, dan ga ik weer water geven. Het oude blad verwijderen, zodat er het jongblad kan komen. Dus dit jongblad dat hier staat, dat laat ik nu even staan. Met grotere, oudere, zeker het afstervende blad. Dat ga ik alvast verwijderen, zodat het goed de winter in kan gaan. Zoals al eerder gezegd, het is de bedoeling dat je dit eigenlijk in augustus doet. Het is nu half september. Maar ik ga het toch nog doen. Ik pak nou deze uitlopers om te planten, maar het is natuurlijk eigenlijk beter als, als de uitlopers komen en je merkt dat er een knopje gaat ontstaan. Dan beginnen die kleine worteltjes op een gegeven moment te vormen. Die kun je dus beter dan al in een potje met potgrond laten groeien. En dan hoef je hem alleen nog maar af te knippen en dan is je goed geworteld. Als dat ik dadelijk bijvoorbeeld een dergelijke met al een behoorlijk wortelgestel nog over kan poten. Deze moet zich weer helemaal gaan herstellen voordat hij verder kan groeien. Nou goed, dan loopt hij dus wat achterstand op.
ten opzichte van een plant die al ligt. Nou, dat heb ik allemaal niet gedaan, dus ik ga het toch proberen met de uitlopers die ik heb. En we beginnen met het net wegnemen van de rommel, zodat ik kan zien wat ik zeg. Hier staat wel nog iets van een aardbeienplant, hier lijkt er eentje te zijn verdwenen, dus daar ga ik een nieuwe poten. Want dit is er wel één, maar dit is niks. En deze hoort er niet in thuis en die hoort er niet in thuis. Dit is allemaal wat er niet in thuis hoort. En deze, dit, is er wel eentje. Je kunt het zelfs niet zien. Laat het laten zien. Nemen. Zo, dan is de bak al een stukje opgeschoond. Dan ga ik jullie even laten zien wat ik bedoelde. Daar is dan een plek waar het kan. Daar. Dat is nog wel een aardbeienplantje. En dit blad zal verder uitgroeien en dan heb ik weer een mooie plant voor volgend jaar. Dus er hoeft in principe geen bij te komen. Nou ga ik de uitlopers eraf knippen. Gewoon mijn schaartje. Even kijken waar die heen gaat. Dat is 1. Dat is 2. Dan de derde uitloper. Dan ga ik het oude blad ook nog verwijderen. Dat is oud. Dat zijn meestal ook wat buiten. Bladeren om vanuit het midden begint hij weer nieuwe bladeren te maken. Dat is het oude blad. Het kan weg. Dit laat ik staan, want de plant moet zich ook kunnen herstellen natuurlijk. Ik ben er nog heel grof in het snoeien. Hier gaat het oude blad ervan weg. En de uitlopers. Door alles zo een beetje op te schonen, zijn ze in principe klaar voor volgend jaar. Dan mogen ze dan weer uitlopen. Het is een vrij vroeg was dit. En zo ga ik dat met al mijn bakken doen. Dus dit blad laat ik zo liggen zitten. Het is een vrij jong blad. En dat zal de winter door moeten komen. De uitlopers. Die ik dus hier verzameld heb. Die normaal gesproken dus ook zo uitzien met weinig wortel. Als je deze dus in de grond zet terwijl die nog aan de plant zit, zal die veel makkelijker groeien. Dan kan hij zelf wortels maken terwijl hij nog de voeding krijgt van de moederplant. Dus dan kan hij zich veel makkelijker planten. Zoiets kun je proberen met deze vrij droge, weinig. Er zit weinig wortel aan. Dus er, die bolletjes, de bruine puntjes, dat moeten wortels worden. Dat zijn de uitgroeis voor de wortels. Ja, je kunt het proberen als je niks anders hebt. Is het natuurlijk, zou ik het zeker doen. Maar aangezien ik ook uitlopers heb met een behoorlijk wortelgestel, gaat mijn voorkeur uit dus naar diegene met een behoorlijk wortelgestel. Maar dat kom ik zo op terug. Nou, dit zijn dus de originele bakken die ik nou uitgemest heb. Je ziet dus dat ik het stro wat ik onder had gelegd voor de aardbeien zelf een beetje te beschermen, dat ik die weg heb genomen. In elke bak zitten zoals gezegd drie planten, behalve hier vooronder. Daar zitten twee uitlopers, die twee voorste hier. Die twee die, zijn dus al zover in de pot ook aangegroeid en geworteld dat ik ze erin laat zitten. Omdat ik meer kapot maak dan waarschijnlijk
ten goede komt. Ik laat ze zitten. Ze zullen met die eerste plant gaan concurreren. Of in zoverre concurreren. Dus dat hoeft geen kwaad te kunnen. Ze hebben rondom ruimte genoeg. Dus op zich zou ik er best... moet het kunnen. In ieder geval. De andere laat ik dus zo zitten. Die hebben dus ruimte genoeg. Ik ga ze nog wat water geven. Want de grond is toch best behoorlijk droog. Ondanks dat ik ze toch wel regelmatig heb water gegeven. En dan laat ik ze dus nog wel even buiten staan. Tot ik wat meer ruimte heb in mijn kastje. En die als soort seren, overwinteringsseren ga gebruiken. Alhoewel het daar niet vorstvrij zal blijven. Maar daar moet ik over denken hoe ik dat aan ga pakken. Hier vooraan, waar dus die, dat ene aardbeienplantje stond waar ik dus net heb laten zien. Daar ga ik er nog denk ik één uitloopertje bij planten. Er zijn er dus meer wat twee plantjes bij elkaar staan. En goed, als dat één grote aardbeienplant vormt, vind ik het best. En dan ga ik nog kijken welke uitlopers ik ga oppotten. Om deze door te krijgen en zo jonge planten te hebben. Komend jaar en dan zullen na volgend jaar deze moeilijk het veld moeten ruimen voor degene die ik nou oppot. En zo schuif het dan eigenlijk een beetje door en hou ik vrij jonge, vitale planten. Dit is goed gaan groeien. En dan ga ik ook nog kijken, maar dat is via een kennis, of ik aardbeienplanten kan krijgen die in later in het seizoen aardbeien geven, zodat ik wat verspreid door het jaar heen de aardbeien kan oosten. Zo, dit zijn ze dan in de bak, klaar voor volgend jaar. Ik heb ze dus flink goed water gegeven. En ze kunnen er nu zo tegen. Ik heb ze nog dicht bij de achterdeur staan, zodat ik ze de komende tijd goed water kan geven. Dat hebben ze natuurlijk wel nodig. Er is nou flink aan geknipt en gesnoeid. En er is heel wat gebeurd met de planten. En dus hebben ze wat extra zorg nodig. Als dat ze gedijen in het gebruikelijke stuk. Daar in de potjes heb ik dan mijn nieuwe aanwas staan. De plantjes van dit jaar, de uitlopers van dit jaar, die ik heb opgepot. Ook die moet ik natuurlijk veel water geven, nog meer als de vaste planten, of die van vorig jaar de planten. Ze zitten nou in de grond en zullen het nou helemaal zelf moeten roeien. Ze hebben dus niet meer de navelstreng, zou ik maar zeggen, naar de moederplant. Die is afgeknipt, doorgesneden en nou zullen ze het zelf moeten redden. Ze zullen daarom in het begin denk ik ook wel erg belabberd gaan kijken. Dus dat ze wat slap gaan hangen. Ja, er zullen ook wat blad afsterven, verwacht ik zeker. Maar dan verwacht ik dat ze er toch wel door zullen komen. Omdat ze ook al redelijk wat wortelgestel hadden. En nou ja, goed, al wat overblijft is mooi meegenomen. Ik verwacht als het vriest, dan zouden ze ook enkele kunnen begeven vanwege de kou misschien. Ik probeer ze een beetje van de vorst te beschermen. Een beetje vorst zouden ze ook af moeten kunnen. Maar ja goed, flinke vorst erover in de pot, dat is natuurlijk minder. Als je ze in de volle grond hebt staan. Nou ja goed, dan heb je de aarde die eigenlijk eroverheen zit. Dan moet je al streng vorst hebben als de vorst zo diep in de grond gaat zitten. Zodat je niks meer kunt zien. Dus ik verwacht volgend jaar weer lekker veel aardbeien. En als het nog kan met een ander smaakje erbij. En nu is het eigenlijk afwachten tot volgend jaar. Want dan hoop ik weer lekkere, verse, sappige, nieuwe aardbeien te krijgen. Nou, dat moet vast lukken zo. Tot de volgende keer!